Eelco van den Berg is in het buitenland een gevestigde street art artiest, maar zijn naam moet hier in Nederland nog landen. Hier in de Bloemkweekstraat staat zijn laatste werk op Rotterdamse bodem. Nou, Eelco, je hebt al fans uit Frankrijk. Ja, dat blijft toch heel bijzonder. Met muurschildering ben je altijd aanwezig. Weet je? Het is altijd zichtbaar en het is toch wel heel grappig om te realiseren dat er elke dag gewoon en toch wel heel veel mensen het ontdekken. Well, madam, what do you think about the mural? It looks very, very well. I think it's lovely. Heb je nou meer werk op de Rotterdamse muren staan? Nou, in Rotterdam vrij weinig. Waar het Geusplein heb ik een serie muren gemaakt. Ik heb een heel kleintje in Blijdorp. Maar verder is het eigenlijk allemaal in het buitenland. Dat is toch een beetje gek, toch? Ja, ik bedoel, ik woon hier al sinds 96. Ik weet het niet. Ik heb hier mijn studio en ik woon hier. Nou, Eelco, aanbeland in jouw studio. Here's where the magic happens. Ja, dit is het productiehok. Nu moet ik altijd mijn hok als ik me terugtrek. Zeker na een paar weken reizen. En hoe ga je te werk? Ja, dat wisselt. Iedereen zegt van, joh, hoe werk jij? Werk je nou digitaal of analoog? Het begint altijd wel met potlood schetsen. Dus bijvoorbeeld, dit was voor een schilderij, voor een solo show in Amsterdam. Ja, Eelco, en heb jij dan ook zoiets als een eigen handtekening? Waar herkennen mensen jouw werk aan? Mijn kleurgebruik is wel vrij herkenbaar. Ik werk vaak met 3-4 kleurtinten in verschillende tonen. Het is vrij grafisch en mijn vrij werk wat vooral bestaat uit dieren in een soort van natuurlandschap. Is toch wel echt mijn trademark, ja.